Hij studeerde aan de Pedagogische Academie in Venlo en aan de Nederlandse Filmacademie. Als regisseur heeft er tal van Nederlandse en Duitse films op zijn naam staan, waaronder Het meisje met het rode haar. De gast van vandaag is... Ben Verbong wordt op 2 juli 1949 geboren in Tegelen. Samen met zijn vrouw Jacqueline woont er afwisselend in München en Amsterdam. Als hobby zit de regisseur, wie kent het ook anders, film, film en nog eens film. Maar ook koken deed er geer. En als favoriete gerecht zit er het liefste spaghetti alla butarga op zijn bordje. Ben Verbong is trots op de lange relatie met zijn vrouw Jacqueline. Kind geneten van onverfilmbare beuk en loestert geer naar de muziek van streekkwartetten. En als voor Ben Verbong echt zouden kennen, zou verwijten dat... Hey, de mens is met een aantal fobieën. Van harte welkom, Ben Verbong. En leuk dat ze er is. Dankjewel. We hebben afgesproken, ik mag dicht zeggen. Ja, absoluut. Doe ik ook. Goed. Fobieën? Ja. Ja, dat is heel raar. Ik bedoel, dat is kennelijk ook bij ons in de familie, want mijn broer en mijn beide zussen hebben dat ook. Ik zal maar zeggen, ik heb vliegangst. Maar ik vlieg wel 3 keer per week. Soms. Niet altijd, maar vaak. Ik moet dat dus elke keer weer opnieuw overwinnen. Dat is hartstikke vervelend. Is dat met pilkjes? Of ik heb de pillenvuur. Ja. Je mag wel eens een glaas witte wijn extra. Dat helpt ook namelijk. Even. Ja. Als het tenminste geen vlucht van 20 uur meer heeft te maken. Ik heb bijvoorbeeld hoogtevrees. En dat kent verdomme lastig. Ik heb zelfs een keer een film. Een hele grote film. Nochtwand. Daar hebben ze me de regie aangeboden. Ik zeg, jongens, dat heeft geen zin, want ik daarvoor door die berg te lopen, dat vind ik me verschrikkelijk. Dus, en dus had ze me afgezagd? Heb ik me afgezagd, ja. Maar hebben mensen... Een grote film. Ja, kijk, ik vind de tijd dat ik met een film bezig ben, dat is ook levenstijd en dat vind ik hartstikke belangrijk. Ja. Dus de sfeer op de set moet voor mij ook leuk zien. Mm-hmm. En ik doe het voor de lol. Tussen aanhalingstekens, voor de lol. En dat moesten bij mij op de set ook altijd voelen. Dat het ontspannen is, dat het leuk is, gezellig is. Want dat zijn 2-3 maanden dat ze ermee bezig is. Nou, als je 3 maanden met zijn fobie, met zijn hoogtevrees te maken hebt, nou, dat is gewoon niet leuk. En dan hebben ze nog psychiaters erbij gehaald. Die zeggen, ja, laat maar zitten. Dus toen hebben we Heb ze ook nooit, ik bedoel, heb ze therapieën voor fobieën? Ja, 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 heb ze wel eens gezeten of heb ze gezegd, nee, dat huurt bij mij? Nee, er zien ook, kijk, er is volgens mij in die fobieën ook een element van masochisme. Dat ze het eigenlijk ook koesters dat ze die angst heeft. Want dat is ook een fobie is ook een verdedigingsmechanisme tegen een dreiging die sto als dreiging ervaart. Mm-hmm. Maar een ander ding wat mij, dat is misschien wel aardig om even te vertellen. Ik zie mijn films nooit terug. Hè? Dus ik kijk nooit naar Meisje Trojaar, heb ik al 30 jaar niet meer gezien. En is dat een keer op de televisie en hebben de mensen dat gisteren gezien. Zeggen, oh, je hebt die film niet gezien. En ja. Denk ik van, nou, die heb ik al 30 jaar niet meer gezien. Ik kijk ze nooit terug, want ja, we zijn eigenlijk wel met het volgende project bezig. En die fouten iedere keer op niet onder ogen te zien, vind ik ook niet per se nodig. Onlangs, ik geef ieder jaar een maand les op de Filmacademie. En die willen een film van mij gaan analyseren. En toen heb ik gezegd, nou, zoek er maar uit. Dan hebben ze De Flat uitgezocht. Met René Soutendijk, dat is een erotische thriller. Toen heb ik de eerste keer, sinds 20 jaar, want ik had hem niet meer gezien sinds ik hem gemaakt heb. 20 jaar lang heb ik het niet gezien en heb ik hem weer eens mee teruggekeken. Natuurlijk ook door de ogen van die mensen. Mm-hmm. Want dat is nou helemaal zo, als er een publiek bij is, ga je door die ogen van die mensen mee kijken. Ja. En ik heb toen pas begrepen waarom ik die film eigenlijk 20 jaar geleden gemaakt heb. Want eigenlijk gaat het over een hoes wat tot hel wordt, die eigen hoes. He, die vrouw trekt in een flat die ze niet kent en vervolgens wordt het een hel. Het wordt met de dood bedreigd, die zijn eigen hoes. En ik heb op een gegeven moment gemerkt dat ik een soort van fobie had. Als ik in vreemde plaatsen was, waar ik een vuur bereiden was of zo, en door niemand kost, ik zal maar zeggen in Napels of ja. in Egypte waar zich of in Marokko overal gedraaid, in Zuid-Amerika. En plotseling dan sloeg er een angst toe, waardoor ik niet meer kon slopen. Baden in het zwijt, wakker worden als ik al in het sloop viel. Dan moest ik contacten hebben of telefoonnummers van mensen die ik kon bellen. En die hele omgeving wordt dan voor mij een grote dreiging. En dat kost echt heel ver gewoon. En ik heb toen pas begrepen dat het eigenlijk dat gevoel was wat ik in de flat omgezet heb.
En het grappige is, en dat begint natuurlijk met de Gallo, die films werden, komen steeds meer op afstand te staan. En dan merk ze eigenlijk, ik maak films voor een groot publiek, ik maak geen films over mezelf. En dan merk ze eigenlijk dat allemaal die films toch elementen verwerken van zichzelf. Zonder dat ze er bewust van bus. Maar heb ze ook nooit de neiging gehad om te gaan onderzoeken hoe komt dit vandaan? Want er zijn meerdere hebben het bij ons in de familie, fobieën. Nee. Maar je moet niet vergeten, ik heb toch films door kunnen maken. En kijk, angst is natuurlijk een boetegevoel, is een goede drijfveer om films van te maken. Ik heb in mijn leven denk ik, een stuk of 5-6 thrillers gemaakt. Nou, dat leeft ervan. Maar het lijkt me ook zo verschrikkelijk moeilijk als ze 3 keer in de wijk in de vliegtuig moest stappen. En dan heb je angst. En dan moest dat weer over de stap. Ja, het is echt vervelend. Ja. Dit is vervelend. Maar ik heb er toch nooit over genoeg gedacht om het zeg maar, op te lossen door een therapie op. Nee. Hebben we dat niet gedaan. Maar ik bedoel, ik ga nu zaterdag vliegen naar München terug. Maandag ben ik in Zürich. Woensdag ben ik in Berlijn. Dus dan vlug ze van hot naar her. Ja. Ja, ik stap er iedere keer weer in. Ik kan nog niet zonger. Ik bedoel, dat geit niet. Als ik er aan toegeef, dan ben ik natuurlijk verloren. Dan moet ik gewoon terug naar Amsterdam en gewoon lekker aan de gracht gaan zitten. En, precies, niks meer doen. Precies. Nee, en dat is het. Pensioen. Nee, precies. Er was er 2 plekken aan, Amsterdam, München. Ja. Beide woont ze. Ja. Hoe woont ze het liefste? Ik moet zeggen, als ik in Amsterdam ben, mis ik München. En als ik in München ben, mis ik Amsterdam. Ja. Nou is het altijd lekker als je iets mist, want dat heeft precies, ook naar verlangen. Ja. En ik verlang dan ook echt intens. Ik druim dan ook bijvoorbeeld even Amsterdam, bepaalde situaties. En dat is omgekeerd met München ook zo. Die steden zijn zo verschillend eigenlijk. Mm-hmm. München is eigenlijk een groot dorp. Het heeft alle voordelen van een dorp. Ja. Ook wat criminaliteit betreft, dat soort dingen allemaal. Het is een heel rustige stad, terwijl er 2 keer zoveel mensen wonen als in Amsterdam. Het is een dorp, voor mijn gevoel. Daar haal ik van. Ik heb ze in Amsterdam, dat is meer een cosmopolitische stad. Mm-hmm. Dat is een goed doorgangsmoment van alle mogelijke culturen. Welke past het beste bij die vak? Nou ja, ik draai natuurlijk al sinds 96 in Duitsland. Oezemiddelijn mm-hmm. in Duitsland. Ik heb net een film in München gemaakt. Een speelfilm gemaakt. En voor de eerste keer in München zelf gedraaid heb. Want ik had daarvoor had ik een film gemaakt. Die hoort dat is Metka van Meersgrond. Dat is een biografie over Hans en Lotte Haas. Die duikers. Nou, daar heb ik Marokko, Egypte. Ik ben niet overal gedraaid. Ik zeg, ik wil nog gewoon Toes zien. En toen kreeg ik een aanbod van comedy. Te zeggen van, als ze in München speelt, dan neem ik ze aan. Kijk. Nou, die speelde in München, heb ik het gedaan. Op een gegeven moment is ze er echt zo genoeg van. Ja. Ik heb echt voor de hele wereld gedraaid. Maar op een gegeven moment, dat is niet meer leuk. En dan krijg je ook dit soort angsten. Dus op een gegeven moment denk je, in welke stad ben mm-hmm. ik eigenlijk? Ja. En daar is het leven dan toch ook te waardevol voor. Om het zo te laten wegliegen, vind ik. Ik denk van, op enig moment kun je tussen München en Amsterdam tegelen. Ja, dan kom je natuurlijk ook nog regelmatig. Dat is, ja. Natuurlijk, ik bedoel, ja, ik heb er natuurlijk familie nog wonen. Ja. In Broorden, net krank is geworden. In een rolstoel zit, jammer, echt vreselijk. Maar ik kom dus van de familie en ik heb een aantal vrienden. Hey, mijn probleem, als ik zeg maar iets vier, bijvoorbeeld als ik volgend jaar 65 weer, vier ik dat nou in Amsterdam, vier ik dat in München of in Tegelen? Kijk. Ik denk dat het Tegelen gebeurt. Ja? Ik denk het wel. Want dan komen weer die roots van vroeger. Nou ja, en ik heb die passiespeulen gedaan. Dus daar zien die aantal contacten weer gereactiveerd of zo. En het zijn 3 verschillende fiesten die ze zo eens moeten doen. Dat is ook interessant, maar het zijn ook totaal verschillende sferen. Mm-hmm. Maar als ik te lang in München ben, dan kom ik dingen opvallen die ik niet prettig vind. Ik zal maar zeggen, de zwiegende mensen in de metro. Nou, dan kom ze in Amsterdam en stap ze in de metro. Dan zeg ze, wat is dit even een vies? Het is een vies, eruit mijn rug, ben bezig, lacht en zo. Nou, dat is in München niet, hè. Nee. Mensen zien daar terughoudender. Tenzij ze 3 maas beer hebben gehad. Maar, ik bedoel, tof je? Okay. Ja, dan is het iets anders. Ook heel positief, joh. Dat is niet negatief bedoeld, maar... En dan kom ze in Amsterdam, ja, die zit eruit open. Ja. En die beide dingen wil ik. Ja. Ik heb er ooit een moment dat Ben Verbong zei van, nou is het genoeg geweest, München, Amsterdam, het wordt weer het mooie Tegelen. Of zit dat nou? Mijn vrouw, die wil gewoon die wil eigenlijk liefst in München zitten. Kijk. Ja, dat heeft alles dan precies zo'n... En kijk, het moet zich toespelen, want ik ben heel veel onderweg.
Dus als het op een plek zit waar het niet wilt zien, ja, dat is dan voor mij ook frustrerend. Mm-hmm. Dus het moet ergens zien waar het zich toesvult. En dat is belangrijker dan dat waar ik mij toesvult. Wie belangrijk is die voor dich in die carrière geweest? Nog? Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Ik ben al vrij lang met hem samen. Ja, dus schreef ze in het paspoortje. Ik ben trots erop dat ik al 44 jaar. Ja, dat vind ik ook wel. Dat we die korve gekregen hebben, zullen we maar zeggen. Ja. Met nou op crisis, dat is natuurlijk. Maar we zijn er toch bij de blij dat we dat iedere keer toch weer hebben weten zoete schommelen. Dat we er een oplossing voor gevonden hebben. En de laatste jaren werkt het heel erg veel voor mij. Het duurt alle scripts als eerste die ik aangeboden kreeg. En het zit en... Maar wist ik dan iemand die ook het lezen en denkt van, klopt dat doem dat er sowieso steekt? Nou, als het zit van, dit is helemaal niks, dan denk ik... dan blijf ik het nog wel even door, maar... Dan weet ze al ja, die wel van... Ja. Maar als het nou echt zich kwoot maakt dat het een heel raar script is, dan denk ik, oké, dan moet ik het even lezen. Want dan, misschien is er iets heel speciaals of zo. Kijk aan. Maar het is alle scripts als eerste. Je hebt ze ook altijd met als je aan het werken bent over de wereld? Nee, als ik bijvoorbeeld ik gewoon een film draai in Berlijn in juli. Mm-hmm. Dan bereid ik die in mei, juni voor. Juli draai ik dan. Weer draaien ze dan helemaal. Dan werken ze gewoon 18 uur per dag. En dan ben ze blij als toeskomstig in bed kunnen liggen. Maar als het, zeg maar, in het vuur bereiden, dan is het er meestal wel bij. Dan maakt de dag het korter en dan heeft het zijn eigen ding. Ja, ja. En ik denk dat ik persoonlijk meer vrienden in Berlijn heb dan in München. Ik heb München ook vrienden, maar door het werk en door de veel crews en samenwerken met mensen heb ik zeker zoveel vrienden in Berlijn als in München. Maar ik heb het ook in Amsterdam. Ik heb het ook in Tegelen. Heerlijk toch? Ik ben eigenlijk ontzettend riek. Ja, precies. Maar het lijkt me wel, of zeg dan even, een eenzaam beroep, regisseur. Kijk, het is een fobie die ik niet heb. Ah. Ik heb geen faalangst. Hey. Heb ik absoluut niet. Nooit gehad. Dus de setstorm is voor mij... Ik heb geen moment van twijfel. Dat is twijfels, wie zal ik iets doen? Maar dat is een creatieve twijfel. Maar voor de rest twijfel ik nooit aan mezelf. Dat is waarschijnlijk de ausgleich met die andere fobieën. Ja. Maar dat is wel erg belangrijk als regisseur. Want dan ben je niet alleen. Dan ben je blij dat ze alleen kunnen beslissen. Zijn het lastige lui, regisseurs? Moest ze lastig zijn? Nee, vind ik helemaal niet. Nee, dat vind ik niet. Wat mensen wel onderschatten is dat het een heel fysiek zwaar beroep is. Vind ik. Waarom? Nee, er staat meestal s'morgens een vijver op. Mm-hmm. En de werks... Toch, ik zat in die twee maanden, dat is echt reis. Dat is zo'n 70, 80 uur per week werks. En dat is ook geen weekends, want dat is een einddagsloopse uur en dan begint ze wel met voorbereiden. Ja. Dus dat geeft ze twee maanden achter elkaar. Als een langere speelfilm, een grote speelfilm, drie maanden achter elkaar. Nou, ik geef het niet te doen. Drie maanden achter elkaar, zonder onderbreking, iedere dag 18 uur. Pittig. Fysiek ook pittig. Waarom deed dat immers nog zijn sporen al verdiend heeft, richting gepensioneerde leeftijd? Ik vind dat ik de beste film nog niet gemaakt heb. Hey. Dat ik ben ook vermoeiend. Ja, maar dat jaagt zich ook aan. Maar niet op? Ook in de zin van. Ook misschien een beetje op. Ik bedoel, als ze 30 is, heb ze nog een aantal jaar. Nee, maar dat is wel zo. Ik doe nog nooit te veel, vind ik. Ik werk nu aan 6-7 films tegelijk. Dat is een beetje... Ik moet dat ook een beetje rustig aangenomen. Maar ja, die jagen die ook aan. Die houden die ook wakker. Die houden die ook... Maar dat kan ze ook weer verdrieven. Dat maar wat is de beste film ooit? Wat moet er dan in zitten? Ik geloof die allerlei reageren erop? Of? Ik geloof dat het ermee te maken heeft... die volmaakte filmkristen niet. Die vindt ze niet. Die mag ze ook niet. Daarvoor is filmmaken ook te gecompliceerd. Het is vrij gecompliceerd. Maar dan moest je een drive hebben om dat nog beter te kunnen doen. Ja. Met een film die een Oscar wint, is dat geen volmaakte film? Ik zal je het anders vertellen. De meeste Trojaan, dat was plotseling een overnight succes. En dat zei ze van, daar gaat niemand naartoe. Nou, er gingen er 1 miljoen mensen naartoe. Toen draaide hij op de Berlinale, hoofdprogramma. Had ik al de prijs en de kritiek gehad en zo.
Toen ben ik een kerk ingegaan. Heb ik een kers aangestoken in de hoop dat ik Genepries zou krijgen. Want als ze dan ook nog eens een priest kreeg, dan begint ze met een berg. Ja. Fantastisch, een top. Maar ook met een berg tussen. Dus zeg maar, iedere keer, die top tussen te bereiken, moest ze iedere keer bereiken. Dus ik had zoiets van, nee, dat hoop ik echt niet. Want zo perfect was die film nog niet. De tweede film was voor mijn gevoel beter dan de eerste. Maar goed, de schorpioen, daar had niemand over gepoord. Dat mag ook niet goed, maar... Dus wat dat betreft, zussen dat ook wel vaak. Mike van Diem, dat is een goed voorbeeld. Twee films, twee Oscars. Heb ik tegen hem gezegd van, nu moest hij heel snel een derde maken. Was ze ook Max? Mag niet. Ja. Zei, nee, dat doe ik niet. Ik ben niet zo stief, maak niet alles. Hij heeft nu maar een film gemaakt. Dat is nou hoeveel jaar geleden? 10, 12? Zo. Maak maar commercials en zo. Maar goed, dus dat moest uitkijken dat ze zeg maar, met succes heeft ook veel problemen. Vind ik. En keerzijde altijd. Ja, dan keerzijde. Ja, dat is met alles. En wat dat betreft, ik vind het, ik werk voor een goed publiek. Als er een goed publiek naartoe gaat, is dat voor mij belangrijker dan het prijs krijg. Ja. Toen zei ze net van, ja, sorry. Nee. Toen hadden ze het over faalangst, heb ik niet. Heb ze wel enigszins een beetje zenuwen na een première van een film? Van wat wordt erover geschreven, wat wordt erover gezag? Of bist ik eens te denken van, ik vind het goed. Het is zo, sinds een aantal jaren, eigenlijk was het al naar de schorpioen, want de schorpioen heeft slechte kritiek gekregen, wat onterecht was. Ik heb ook wel eens vaker gezegd, die film, die schorpioen, was beter dan dit meisje van Troja. Maar goed, of ze een wale was of niet, dat maakt niet uit. Toen heb je dus zeg maar de hemel gezien en vervolgens mocht ik zeg maar de slechtste kritieken oprapen die er waren. Toen dacht ik van wetsen. Ik probeer ze zo min mogelijk te lezen. En dat doe ik ook. Maar ja, er zijn vrienden die zeggen van, nou ja, heeft ze dat gelezen? In de, ja. Dat kent toch niet, dat is zo belachelijk, dat is zo slecht. Maar die film, nou dan werd ze dat is een slechte kritiek. Ja. Dus die komen toch wel bedig. Maar ik lees... Mag ik dat een beetje aan het wankelen? Of is ze zo'n... Ja, die film is klaar, daar kan ze niks meer aan doen. Ik heb ook theater gedaan. En op een gegeven moment schreef de NRC over een stuk wat ik had gedaan, dat er iets een belachelijke fout is. Nou, heb ik zo eens gecorrigeerd. Ik dacht van nee, het geliek. En heb ik meteen gecorrigeerd. Ja. Maar ja, die film is af. Daar kan ik niks meer aan doen. Nee. Dan dus moet je hem loslaten. Ja, luidt ze los. Dus dan, op het moment dat die film klaar is, daarom heb je toch geen zin om die druk te kijken. Ja, dan denk ik van ja, dat had anders gemoeten. Ja. Dat is niet meer anders. Is ook niet meer anders te maken. Ja. Dus dan luidt ze het gewoon. Dan is het van de mensen. Ja. Maar het is wel leuk om achteraf te zien, want zo heb ik nooit meer films bekeken, zoals een flat, dat ze zus, dat het veel persoonlijker was dan des dags. Ja, maar dat kreeg ze al geleden, maar als ze hem 20 jaar niet gezien hebben, dan hem zus. Want precies, als ze hem gelijk gezien had... Nee, dan had het niet gewerkt. Dan had ze hem nog een aantal keren. Nee, na 20 jaar en ja. Betekent dit nu dat ze zeggen van de kumme moment, dat ze toch nog eens allemaal gewoon eindverein... Dan is de tijd riep om het terug te kijken van waarom heb je het gedaan? Nee, ik geloof niet. Dan moet er een aanleiding zien dat ze zegt van, ik zal maar zeggen, nou, zo'n dat mensen precies. Dat bijvoorbeeld... Meneer voor zichzelf, dat ze zegt, als ik daar 70 ben, zet ik me met de vrouw op de bank, of voor een weekendfilm Godsnaam. Kijken. Nee, je moet niet denken. Nee. Toen kids genieten van een onverfilmbaar boek. Ja. En toen dacht ik, als ze net zei van, mijn beste film moet nog ooit komen, moest ze misschien dat onverfilmbaar boek gaan verfilmen. Zo in elke een goede herausvordering zien om dat te doen. Wie neemt ze herausvordering? Een uitdaging. Dat zou op zich wel leuk zien. Maar ik bedoel, ik ben altijd met film bezig. Ook als ik een boek lees, ben ik met film bezig. En als ik dan op vakantie ga, dan probeer ik 4 weken, ga niet met film bezig te zien. Ik zie in de week meestal tussen de 4 en de 5 speelfilms per week. Zo. Dus dat betekent, de bus eigenlijk altijd ermee bezig. En dan ben je met vakantie, ik ga altijd in Spanje op vakantie, hetzelfde flat, aan zie je. En dan neem ik beuk mee waarvan ik denk van, nou, die kent ze niet filmen. En zeg maar ook echt dat filmmoment, hoe moet ze dat zeggen, een filmvrij mond te hebben. Dus door van neemt ze die beuk al mee, om dan niet... Ja, die leg ik op zie, de ganse jaar, een stapel beuk. Die denk van, nou, dit is niet te verfilmen. Weet ze van tevoren al wat niet te verfilmen is? Ja, dat heeft ze wel een vermoeden van, ja. Ja? Ja. Dus dat kan ze zo inschatten dan? Ja, dat kan ze wel inschatten. Maar dat begint niet, je bent verbonken te kriebelen en denk van, maar wacht even, dit is onverfilmen. Nee, ik ken er nog een maand lang en ik goed gaan niet over film denken en niet over verbonken. Maar ook niet als ze over een boulevard loopt, dat ze denkt van, dit koezen is set, en dan weet ik wat. Nee, dat probeer ik niet te doen.
Ik moet zeggen, het is sowieso een misverstand, vind ik, dat mensen denken dat, dat een regisseur heel visueel denkt. Oh ja, dat zou ik zeker denken. Ja, en dat is toch anders. Oh. Maar dat gaat anders. Tenminste, bij mij gaat het anders. Er is een derde oog. Wordt ze door Kieks. Dat wil zeggen, als ik een scenario lees, probeer ik me zo min mogelijk voor te stellen, visueel voor te stellen, wie dat er uit gaat zien. En toch heeft ze een beeld van het scenario. Maar als ze nu mee vroeg, het is een beetje zoals een droom. Als ze wakker wordt, zegt ze, nou, ik heb iets heel concreets gedroomd. Ja. En zegt ze, wat heeft ze dan gedroomd? Nou, ik ging door een deur en dan heeft ze het beschreven en dan kan ze het niet vatten. Want dat beeld is niet zo concreet als toen denkt. En zo luurt ze een script. En op het moment dat ze het gaat omzetten, ze zegt, oké, wat kon ik nou precies, wie kon ik het nou visualiseren? Ja. Dan gaat een heel ander proces aan de gang. Het derde oog. Derde oog. Hebben dat alle regisseurs? Ik heb er eigenlijk niet meer over gepraat, maar dat denk ik wel. En iedere mens heet het. En zoals gezegd, dat is wie in een droom. Dat is precies hetzelfde als je zegt van deze film gezien. En zegt, ja, dat is een prachtige scène. En dan zegt, oké, beschrijf die scène. En beschrijf die, en dan gaan we naar kijken. En dan blijkt die scène heel anders te lopen dan dat soort dingen. Tenzij ze de film de half te veel gezien. Maar precies. Maar zo, ja. Dat is het derde oog wat mij kijkt. En dat is zeg maar dat creatieve moment wat meer over een gevoel gaat. Een beeld wat meer een gevoel is dan een concreet beeld. En ik denk dat ze daar als regisseur altijd mee werkt. En ontwikkelt zich dat ook in de loop der jaren? Of is dat een talent wat ze... Nou, ik heb al gemerkt, op het moment dat ik heel duidelijke beelden had bij een scenario, die vindt ze niet. Die bestaat niet. Dan geeft ze dus, zegt ze, ja, maar nee, dat moet aan zie je liggen. Ja, maar dat ligt niet aan zie je. Zoiets ligt niet aan zie je. Dat vindt ze dus niet. Dus zoveel te meer dat ze zich zeg maar, in beelden verliest, zoveel te zwaarder wordt het om die film te maken. Want dan vecht ze eigenlijk tegen die eigen beeldenreeks die ze in de kop is. Zoals psychologie? Ja. 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 Nou ja, vuur is natuurlijk al psychologie en vuur keukenpsychologie bij film. Maar ik denk dat een regisseur, als het op de set staat en met 60 mensen in de weer is. En ik heb de pretentie dat ik alle 60 mensen ook waarneem. Als ik op de set kom, geef ik iedereen een hank. Iedereen. Ook soms mensen die er niks mee te maken hebben. Die denken, waarom geef ik het helemaal niet een hank? Maar ik denk, beter einde te veel dan einde te weinig. En doe ik iedere morgen. En waarom deze dat? Om de mensen duidelijk te maken dat iedereen even belangrijk is. Niet alleen de acteurs die voor de camera staan. Maar ook degene die de scherpte uit. Want als de scherpte niet goed uit, dan kan die zich in de wolf spelen. Dan kan ze het allemaal weggooien. Ja. Maar ik vind, iedereen moet het gevoel hebben dat het net zo belangrijk is bij mij op de set. Christian, wel dat, want dan waarschijnlijk ben je ook wel een geliefd regisseur. Dat mensen verder proberen te gaan bij dich. In welke zin? Nou ja, goed. Toen heb je iedereen eens gelijk. Of ben je dan ook nog degene wat wel ook met dat hemertje kind houden als die scherpte niet goed... Kijk, het feit dat ik iedereen een hank geef, maakt mij tot een baas. Dus dat heeft ze niemand te doen. Dat heeft ze niemand te mailen, zullen we maar zeggen. Nee, dat is een heel normaal proces. En ik merk als je mensen serieus neemt. Dat is bijvoorbeeld ook als je met kinderen op de upzetten. Ja. Dat is één sleutel voor het werken met kinderen bij je film. Praat om mij als volwassenen. Dan doen die alles voor dich. Dan doen ze alles voor dich. Praat nooit met een kind anders dan met volwassenen. Want dan duidt het niks meer voor dich. Dan gaat het innerlijk weerstand bij je. Terwijl op het moment dat ze zeg maar gewoon echt serieus neemt een kind. Dan gewoon die voor dich door het behang. En dan zien ze ook bereid om alles zeg maar emotioneel mee te doen. Dat zien ze van die kleine sleutels. Zien ze natuurlijk langzaam maar zeker liers. Ja. Maar het is ook wel handig als het een beetje in de geest moet komen. Komt dan door de pedagogische academie hoe ze aan gestudeerd hebben? Och, ik heb er een leuke tijd gehad, dat is zo is het niet. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat het iets anders een rol heeft gespeeld. Het feit dat ik de jongste toes was. Ja. En mijn zusje was 5 jaar ouder, Els. Mm-hmm. En mijn broer en mijn zus waren 10 jaar ouder. Dus ik moest als jongste moest ik natuurlijk altijd wel een beetje kijken dat ik niet op de arm genomen word. En daar kreeg ze wel een soort van flexibiliteit, handigheid die ze ontwikkelt met eigenlijk volwassenen. Want die zien, en ik was 5, waar die 15 werd. Ja. Ik denk dat het toch meer mee te maken heeft. Dat ze dat zo ontwikkelt. Geen idee hoor.
Dat is keukenpsychologie, dus ik heb... Nee, oké. Maar ja, goed, het zou maar, een dat, reden dat, kunnen zijn. Dat ding ik wel. Dat ze dan ook iets manipulatiever bus. Of diplomatischer. Dat is misschien een netter woord. Dit is een positiever woord voor hetzelfde eigenlijk. Ja, hè? Ja, precies ertussenin. Maar ook manipulatief, denk ik ook wel. Ja. Maar nu is het toch zo, als je aan de PEDOC gaat studeren, dat is een ideologie, dat moest weer. Maar hoe heb je ooit besloten? Dat is niet serieus geweest. Dus ik ben er naartoe gegaan, want mijn beide zussen hadden er ook gezeten. En die had ik nooit zien studeren. Ik denk, toch wel gewoon naartoe. Kijk. Want daar komt ze gemakkelijk weg. Ja, en dat zit ik toch in vergis, denk ik. Ja, toen was het 60 jaar, toen waren we de baas. Toen waren de studenten de baas. Oh, ja, oké. Ja. Vreselijk natuurlijk voor die mensen die het allemaal mee moesten maken. Ja. Maar ik heb toch een leuke tijd gehad. En ik heb ook wel een paar dingen ontdekt over mezelf, met name door een paar docenten, zoals Shane Koers, Jos van der Wouw. Die hebben mij duidelijk gemaakt dat ik kon schrijven. En ik ben toen, in plaats van opstellen, ben ik scenario's gaan schrijven. Dus kleine scriptjes. Die waren beide allebei filmgek. Dus zei, nou fantastisch. Oh, natuurlijk. Zeg, mag ik dat niet in plaats van een opstel? Ja, oh, fantastisch. Nou, dat heb ik gedaan. En die vonden dat natuurlijk hartstikke leuk. En ik kost me toch een beetje in doorontwikkelen. En dacht ik van, nou, misschien is dat toch eigenlijk wel wat ik wil. Daar is het ook begonnen met de prikkel wat het uiteindelijk heeft gebracht. Ja. Dat was een nieuw best dan. Ja. Mooi. De tijd zit erop. Oké, dat is snel. Dat gaat heel snel, ja. Ja. Maar je wil dan toch, om af te sluiten, als ze dan toch hebben over die film, die wat nog moet gaan komen, wat moet er zeker in zitten voor dich? De beste film die ze ooit gaan maken? Ik hoop dat het de meest persoonlijke film is. Wat het meeste ook van mij in verteld wordt. En welk element zal er dan zeker in zitten? Ik vind het grootste probleem bij film maken is de mate van afhankelijkheid van anderen. Dat ze altijd onder druk zaten. Ik zal maar zeggen, als we de televisie in het speelfilm maken, dan moet er in het begin heel veel muziek in. Mm-hmm. Ja, dat vind ik al vreselijk eigenlijk. Maar goed, dat moesten ze dus doen. Die dwangelementen, als ik een film kan maken zonder die dwangelementen, dan denk ik dat de film persoonlijker wordt en beter. En dat wil ik nog wel een keer maken. Even vooruit kijken, een beetje gewoon hypothetisch. En wanneer zou die er... Ik zat dat die daar komt binnen een jaar of 3. Mooi. En dan gaan we hem dan zien. En dan zien we de film van het persoonlijke van Ben Verbond. Ik hoop het. Ik wens je heel veel succes mee. Dank je wel. En hartstikke bedankt dat ze vandaag te gast was in Hoogst Persoonlijk. En nu toe eens bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Hoogst Persoonlijk. Volgende week zijn we er weer. Geer, tot dan. Dag.